Ik weet alleen niet of ik er winst mee kan maken. Dat beduursel, dat moet allemaal met de hand. Dus dat is ontzettend arbeidsintensief. Mm-hmm. Kun je er geen alternatief voor bedenken? Maxime. Hi. Hey, ik zat in mijn atelier en ik had zo'n fantastisch idee voor jouw nieuwe collectie. Vertel. En waarom kom je even bij mij langs? Nou, kan je meteen mijn nieuwe huis zien. Is goed, ik kom eraan. Tot zo. En hier zijn we weer bij de huiskamer. Hè? Daar is minstens aan verbouwd. Hoewel mijn smaak wel heel anders is dan die van Janine natuurlijk. Nou, het is echt onwijs mooi geworden. En je atelier is gewoon fantastisch. Ja, nou, kom zo vaak als je wil. Kunnen we dadelijk aan je tassen werken samen? Oh ja, vertel. Wat was je geniale ingeving? Ik loop een beetje stuk om mijn zomercollectie. Alles wat ik bedenk is bigger than life, zeg maar. Nou, kom lekker zitten. Ja. Vertel, hoe is het met mijn grote broer? Ja, goed. Druk, zoals altijd. En zijn hij en Janine al hun zoveelste bruiloft aan het plannen? Nou, dat zou het zijn. Hè? Nou ja, ze hebben natuurlijk veel andere dingen aan hun hoofd, hè? Nou, Amy. Dat zou voor Janine ook wel ingewikkeld zijn. Ja, want zij zit er natuurlijk middenin. En jij? Ben je al een beetje aan je kleine zusje gewend? Alsof ik de kans krijg te vergeten dat ze bestaat. Het lijkt alsof iedereen alleen nog maar met haar bezig is. Zelfs Dex. Dex? Hoezo? Dit mag je echt aan niemand vertellen. Liefst wat je weet dat ik mijn mond kan houden. Ik kan heel discreet zijn. Je weet toch dat Dex een nieuwe functie heeft? Ja, je vader heeft hem persoonlijk onder zijn hoede genomen, toch? Nou, een van zijn opdrachten is om... Oh, sorry. Hadden wij een afspraak? Moet dat dan? Het komt niet heel goed uit nu. Ik kom een later een keertje. Terug. Als ik jou wil zien, dan laat ik je dat wel weten. Duidelijk. Mm-hmm. Dag. Dag. Wat deed hij hier? Ik had lekkage. Een douche. Maar het is al verholpen. Maar vertel, je vader en Dex? Laten we er maar over ophouden. Nou, je zit er kennelijk erg mee. Papa laat Isabella en Amy in de gaten houden door Dex. En hij heeft zelfs hun paspoorten gestolen. Waarom? Omdat hij bang is dat ze er vandoor gaan. Maar dit mag je echt aan niemand vertellen. Ik heb geen zin in gezeik met Dex of met papa. Lieve schat, wat zou ik in godsnaam met deze informatie moeten? Ja, dat is vervelend voor je, schat. Nee, ik vraag Rosa wel of ze straks nog iets lekkers voor je maakt. Ja, sterkte. Gedoe op de reductie. Ik dacht dat ik het hier altijd de drukste. De paspoorten, alsjeblieft. Paspoorten? De paspoorten van mij en Amy zijn opeens verdwenen. Oh, en dan heb ik ze? Om te voorkomen dat we op de vlucht slaan, toch? Ik vind het toch niet leuk dat je mij constant van alles en nog wat beschuldigt. Ik wilde graag samen uitkomen met jou wat betreft onze dochter. Als ik ze nu niet van je krijg, dan ben ik genoodzaakt de politie te bellen. Nou, dat moet je dan maar doen. Als ik weg wil, wat helemaal niet zo is, dan vraag ik toch gewoon nieuwe aan? Nou, dat verklaart ook waarom ik ze niet heb. Ik heb trouwens nog iets gekocht voor Amy. Ja? Lieve schat, luister, het is Maxime. Hey, ik was vanmiddag bij Isabella. Wat heb jij gedaan? Oh, hier was ik dus wel bang voor. Laat me het alsjeblieft uitleggen. Het was absoluut... Ik kan u niet praten. Maar kunnen we dan ergens afspreken? Straks in de koning. Goed. Misschien wil jij het alvast aan haar geven. Ze is toch al geïnteresseerd in de Hollandse meisjes. Ik krijg haar niet meer te zien. Waarom heb jij je mond niet gehouden? Dat heb ik gedaan. Het was gewoon een bizarre samenloop van omstandigheden. Houd toch op. Ik heb jou iets in vertrouwen verteld. Ja, laat me even uitleggen, alsjeblieft.
Ik wilde een spaarrekening openen voor Amy, net zoals ik dat voor jou gedaan heb. Dus ik overlegde dat met Isabella. Toen zij ineens erachter kwam dat je je paspoortnummer nodig hebt voor de bank. Nou, ze ging meteen op zoek en ik probeerde haar nog te overtuigen dat het allemaal geen haast had. Maar dat was te laat. Ze had al ontdekt dat ze niet op een vaste plek lagen. En ze dacht meteen aan Ludo. Goh. Ik probeerde nog weg te lachen. Ik probeerde nog haar op andere gedachten te brengen, maar het lukte niet. Ja, en het is ook niet zo heel raar dat ze aan Ludo dacht. Want ze is als de dood voor hem. En hij pakt het ook niet altijd zo handig aan. Ik heb het ook niet handig gedaan. Ik had er gewoon niet bij nagedacht. En dit was absoluut niet de bedoeling. Sorry. Stel dan maar gewoon een stuk appeltaart voor me. Met slag. Ik heb mijn eerste opdracht gekregen. Nee, niet waar. Jawel. Dekzuigers. Angela. Angela? Je moet je afspraken altijd eventjes een paar minuten laten wachten. Dat geeft je een psychologische voorsprong. Dekzuigers. Je bent te laat. Excuses. En nooit meteen kijken naar wat je in je handen gedrukt krijgt. Eerst eventjes peilen wat de bedoeling is. Misschien is het goed als we elkaar eerst wat beter leren kennen.